Simultaan vertaald in het Italiaans. En ik begon dus de lezing met de woorden die Johan net uitsprak. En op het doek projecteerde ik een dia, zoals hier achter mij, helemaal leeg, maar nog analoog. 13 jaar geleden was de digitale revolutie nog maar net begonnen. Ja. Laten we nu maar niet over de digitale revolutie hebben. Dat is een heel ander verhaal. Trouwens, wel een enorme invloed gehad op mijn en jouw werk. Ik gebruikte voor het eerst een digitale camera tijdens ons project Waar de bus ons brengt. Voor Sonsbeek 9 te Arnhem. Curator Jan Moet. Weet je nog? Jij fotografeerde ook nog analoog en kocht in dat project een digitale camera. Van Canon weinig resolutie, fors aan de prijs, maar voor de plaatjes het was voldoende. En toen, wat vertelde je verder in die lezing in Turijn? Ik ging verder met het vertellen over wandelingen door steden. Weet je wel, dat soort dingen. Dat komt later wel. Trouwens, nee, ik wil er toch wat over zeggen. Want wat is wandelen? Het is in ieder geval fantastisch om te doen. In de lage snelheid door de straat van de steden. En bij het wandelen is het ook ontzettend belangrijk om niet te weten waar je naartoe gaat. Elke straat, elk hoek is ontzettend belangrijk. Gewoon wandelen door de straten zonder enige. Maar Peter, ik neem aan dat je naast dat wandelen ook andere dingen doet. Bijvoorbeeld in jouw atelier. Ook waar. Dat wandelen is heel erg belangrijk. Maar er gaat ook veel vooraf in mijn atelier. Je werkt projecten uit, je denkt na over dingen. Ik kijk ook veel films, omdat ik dat heel belangrijk voor mezelf vind. En de laatste jaren, op wat fotomomenten na, was ik veel in mijn atelier. En dat werd ook eigenlijk feit was dat ik veel thuis moest zijn vanwege de zorg voor mijn vrouw Lisbeth. En ik kon dus niet zoveel buiten fotograferen. Dus wat ik deed was in mijn archief een reis maken. En dat vormt eigenlijk het basis voor het werk dat je hier ziet. Maar goed, de tijden zijn nu veranderd en binnenkort ga ik weer met mijn vriend Dan Smith Amerika doorkruisen om vanuit de rijdende auto Amerika te fotograferen. Een hele consequente opdracht die ik mezelf gesteld heb en we hebben al twee reizen gemaakt. Er staat hier en er volgen nog ja, een stuk of vier reizen. Ik wil de helft gaan officiëren. Dan word ik niet. Nog even terug naar dat wandelen. Nou ja, goed, soms sta ik stil om een foto te nemen, want ja, het fototoestel is een belangrijk ding voor mij. En soms tijdens het wandelen zonder dat ik door de lens kijk, neem ik ook een foto. En de wandeling is dus op film, maar ook in mijn hoofd. Twee verschillende dingen. Trouwens, de schrijver Paul Auster kon er heel mooi over schrijven. Hij zei zoiets van, gewoon de ene voet voor de andere. Maar wat fotografeer je dan? Je vertelt net dat je van tevoren niet weet, geen vaste omlijnd plan hebt. Dus vraag ik wat. Wat zie je? Wat valt je op? Ik denk dat die zogenaamde een honderdste van een seconde niet echt voor jou van toepassing is. Dat klopt, Hans. Ik ben niet afhankelijk van het ene moment. Dat is ook wel een hele romantische gedachte over fotografie. Dat je alleen maar meetelt voor dat ene moment. Nou, het gaat als volgt. Ik loop, neem een foto omdat mijn hoofd zegt nu een foto nemen. Er is op dat moment ook geen enkele twijfel om het niet te doen. Maar hoe kijk je dan? Nou ja, zoals jij. Gewoon goed kijken en weten wanneer je een foto neemt. Wanneer je een foto wil hebben, een afdruk van de realiteit. In mijn foto zit niet de noodzaak van actualiteit besloten. Ze zijn er gewoon. Ik gooi eigenlijk bijna nooit foto's weg,
behalve als ze heel erg over- of onderbelicht zijn. Maar een beetje beweging of onscherpte. Maar ja, goed, dat maakt niet uit. Het wandelen doe ik ook graag. We hebben dat ook veel samen gedaan. Oh, ik vergeet kwartier, jongens. Ja. Even kijken, dit was Arnhem, dit was over het wandelen, dit was on the road to, dit vertelde ik je zo over wat, juist. Dat klopt, we hebben veel gewandeld, zoals hier in New York. Maar we hebben ook projecten gedaan in Hardenberg, we hebben er allemaal boeken over gemaakt. Neuenhaus, Duitsland, we deden een groot project in Dalfsen. Het dilemma van ruimte voor Stichting Kunst Openbare Ruimte in het Hof van Twente. En natuurlijk waar de bus ons brengt voor Zonsbeek 9 van Jan Hoek. En in Arnhem, daar heb ik je voor het eerst gezien, Hans. Ja, dat heb je me al vaker verteld. Dat zat niet meer in mijn hoofd. Maar dat klopt. Daar is bewijs van. 1978, tijdens het Behavior Festival in Arnhem. Is dit waar? Ja, dat is waar. Ja, dat is een goede foto. Hè? 35 jaar geleden. Ik was 24 en zat nog net niet op de academie, maar ik werkte als dienstwijzer in het archief van Arnhem. Daarvoor had ik al op de Academie van Den Bosch gezeten, 2 jaar lang. Trouwens, over het Rijksarchief gesproken, dat heeft uiteindelijk heel veel invloed op mij gehad. Het archiveren, belangstelling voor wat ergens in verborgen zit in een doos of een boek, de wijze van opbergen, het verzamelen, de esthetiek van de kaartenbak, zeg maar. Allemaal zaken die ik al wel wat eerder in mijn werk toepaste, maar vooral in dit werk heel erg naar voren komt. Genoeg geluld. Ja, het staat hier. Over vroeger Spaans. We moeten verder. Het hier en nu. Dat project World Works. Waar gaat het eigenlijk over? Precies waar we het over hadden. Ik noem het een privéonderzoek, een biografisch archiefwerk. Ik onderzoek bijna alles als een archivaris. En leg mijn leven bloot aan de hand van herinneringen, aan foto's, brieven, mijn kunstprojecten, via het internet oude kranten opzoeken. En combineer dit alles met elkaar, gegroepeerd in bladen van divers formaat. En weer zoveel mogelijk gronden. Wat bedoel je daar precies mee? Nou, belangrijk om te weten is dat projecten van mij elkaar opvolgen. Bijvoorbeeld, voordat ik aan dit project begon, werkte ik aan het werk Archival Projects. De Archival Works. Deze serie begon ik in 2008 en omvat 220 werken. Het Archival Project is samengesteld met behulp van foto's en ander materiaal wat ik verzameld had uit 30 jaar archief. Onderverdeeld in series. Series binnen één project, begrijp ik, gekoppeld aan een thema. Dat klopt wel ongeveer. Voor het project The Archival Works scande ik door mijn archief en vond dan afbeeldingen die iets met mij deden. Dat kon zijn een gedachte die in mij opkwam over bijvoorbeeld een stad. En aan de hand van die gedachte en wat ik had gevonden, besliste ik om nog iets toe te voegen aan die afbeelding. Ik ben een sociaal ingesteld mens. Ik ben geïnteresseerd in de politiek en wat in de wereld gebeurt. En al dat soort dingen deden mij ingrijpen in een afbeelding. Vaak ook intuïtief. Ik ben geen rationeel mens. Niet iemand die van tevoren alles weet wat we moeten doen. En tegelijkertijd lijkt me dat heerlijk. Maar wordt hetgene wat je dan doet beter, als je dat allemaal weet? Wat zijn de beslissende momenten om tot een beeld te komen? Is datgene wat je doet goed? Komt het overeen met de gevoelens waar je mee worstelt? Zegt het iets over jezelf of over de anderen? Dat zijn allemaal vragen en daar gaat het eigenlijk over in de kunst. Oké, dat was het voorafgaande project, de Archival Works. Maar laten we het hebben over het project World Works, waar je nu aan werkt. Waar we nu in deze galerie een tussenstand van zien. Dat is waar, Hans. In 2011 ben ik begonnen. Ik ben begonnen met het verzamelen van al mijn werk wat ik maar kon vinden. Ik fotografeer een deel, scan de negatieve en selecteer uit mijn digitale archief. Al deze foto's heb ik klein afgedrukt en gesorteerd op datum. En ik heb daarna uit karton bladen gesneden van 22 bij 38 centimeter. En hierop per jaar de foto's opgeplakt. En dit heb ik vervolgens weer gefotografeerd. En in 2012 heb ik verder gewerkt aan dit project. Het klinkt uiterst projectmatig, heel schematisch opbouwen van werk. Heel gericht zoeken en vinden en vervolgens verwerken. Bijna het tegenovergestelde.
vaststelde van jouw wandelingen door steden. Ik moet het zo wel doen, want anders roer ik in een soort van melkwegstelsel van gegevens waarin ik de weg kwijtraak. Deze routinematige werkwijze geeft houvast aan chaos. En in 2012 ben ik begonnen om via internet nieuwsbladen, headlines, berichten, foto's op te zoeken vanaf 1953, het jaar dat ik ben geboren, tot en met heden. En verder heb ik talloze documenten, afbeeldingen, foto's toegevoegd uit mijn persoonlijk archief op chronologische basis. Je kunt spreken van één groot chronologisch archief. Het toevoegen en verzamelen voor dit project eindigde precies op de laatste dag van het jaar om 12 uur 's nachts. En de boeken en de andere dingen die vanuit deze gegevens voortkomen, die kan ik ook nog volgend jaar of jaar daarna maken. Dat heb je goed verteld. Maar wat zit daar achter? Waarom? Waarom? Alle Jezus Hans, wat een moeilijke vraag. Ik liet Johan net een stuk tekst oplezen waarin ik vertel dat ik beelden nodig heb om mijn verhaal te kunnen vertellen. En dat verhaal is eigenlijk mijn leven. Beter gezegd, hoe de wereld voor mij werkt. En dat moet ik nu weer gaan vertellen. In het werk waar ik begin met allerlei nieuwsfoto's en artikelen uit kranten in het verleden, zijpel ik zelf langzaam binnen. Eerst in de gedaante van een foto van mezelf als kind, foto's met familie, en dan komt daar de eerste tekening of een briefje, dus mijn aanwezigheid in de wereld wordt daardoor steeds groter. Ja, die juist gekomen. Ja, die juist gekomen. Oeh, nog niet duidelijk Spaans, dat moet overnieuw. Kijk, het is wel een openbaar gesprek, hè? Mensen komen nu om naar ons te luisteren, dus enkele woorden moeten wel kunnen. Zoals je weet ben ik een fervent liefhebber van films. Ik overlaat jullie als vrienden altijd met filmfragmenten. In veel gesprekken zeggen, ken je die en die film, want toen en toen. Mijn werk kun je ook het best zien als een film, vooral dit project. Het zijn allemaal filmstils in feite, eigenlijk een soort van storyboards. Het mooie van film is de voortschrijdende tijd. En dat is in dit project Worldverse ook in feite zo. En dat fascineert mij altijd. Vandaar ook dat het werk chronologisch is opgebouwd. Voorzien van stickers met jaartallen. Op kleinere schaal deed ik dat ook in mijn eerste boek van het On the Road To project. Alle beelden strikt chronologisch in tijd, maar ook geografisch. Daar moet jij hier beginnen. We slaan een stukje over. Maar er staat de duik. Nee. Je zegt gewoon. Jij en de Oving refereren aan onder andere film. Maar een film heeft een beginnende eind. Een tijdgebonden verhaal dat een einde kent. The end. Dat is ook waar, maar bij mijn werk staat er vaak to be continued. Want dit project gaat over tijd. En aangezien ik op 31/12 van dit jaar geen einde aan mijn leven maak, blijf ik nog een poosje doorgaan. Dus geen the end. Het project behelst gewoon een afgebakende periode van 60 jaar. Mijn eerste 60 jaar op deze aarde. En ik was nieuwsgierig naar een tijdsbeeld waar ik zelf in zit. We hebben allemaal over deze periode een heel ander verhaal te vertellen. Maar delen ook dezelfde ervaringen, maken dezelfde menselijke dingen mee. Wat er om ons heen gebeurt, we horen dezelfde muziek, we zien dezelfde films. We herkennen de maatschappij als zodanig. Ja, ja. Goed, ik probeer het nog eens. World works is wereldwerk. De wereld zoals ik die ervaar. Iedereen heeft zijn eigen wereld en op de een of andere manier denken we die werelden met elkaar te kunnen verbinden. En dat lukt ook op zekere hoogte. Dat verbinden lukt omdat we bijvoorbeeld gedeelde ervaringen hebben. En dat verbinden is me goed ook, want anders zouden we volstrekt langs elkaar heen leven als mensen. Die niet meer in staat zijn om contact met elkaar te leggen. En dat lijkt mij bijzonder eenzaam. Gelukkig kan ik mijn leven wel met anderen delen en delen betekent dat ik mijn ervaringen kan uitwisselen, kan controleren, kan bevestigen. En dat is voor mij de wereldwerk. De titel van mijn nieuwe werk is dus World Works, een verslag van 60 jaar wereldwerk. En in mijn geval betekent dat grotendeels fotografisch tot stand is gekomen. Een diaatje. Juist. Ik fotografeer, ik scan, ik fotokopieer, ik gebruik afbeeldingen van het internet van films. Ik knap, plak, knip, snijd, combineer. En dit alles vormt dit werk. Het idee van mijn eigen leven verbinden met de wereld van anderen. Maar ja, goed, hoe vertel ik dat? Ik moet het nou een woord zeggen. Waarom wil ik dat vertellen? Wat wil ik vertellen?
vertellen. Dat kan ik niet echt, althans niet in woorden. Ik roep en schreeuw wat ik kan, maar niemand hoort me. Ik ben eigenlijk een soort van opgesloten in mijn hoofd met mijn woorden. En soms denk ik alles duidelijk te kunnen vertellen, maar dan kijkt iemand me aan en die denkt van ja, dat zal wel zo. Iemand gaat me onbegrijpelijk aankijken. Het is nog net geen locked-in syndroom. Ken je die film over die Fransman? Die nog maar één ooglid kan bewegen en daardoor toch in staat is met een hele behulpzame verpleegster een compleet boek te schrijven. Ja, Peter. Ja, die film ken ik, Peter. Probeer het toch. Ja. Schrikkelijke conversatie. Probeer het toch maar eens, Peter. Oh, kom. Nou ja, in mijn gedachten gonst het vol met woorden, zoals jullie hier op die dia zitten. Met de meest prachtige verhalen, volstrekt duidelijk voor mezelf. Maar als ik dat in woorden omschrijf, dan wordt het meestal niets. Ik kan het niet duidelijk vertellen, dus ik maak kunst. Ik werk, leef mijn leven zo sociaal mogelijk, want dat is eigenlijk ook in feite uitwisselen van informatie. Ik maak iets wat voortkomt uit wat ik voel, ik denk, ik begrijp, omdat ik het fijn vind om iets tastbaars te maken. Of iets visueels te maken, wat ik weer zelf kan zien, aanraken, kan doorbladeren. En voor mij vormt fotografie hierin een belangrijk middel. Ja, we komen er wel. Grip krijgen op de tijd en het leven. Ja, het leven. Zoals je weet, het leven was de afgelopen jaren niet altijd even makkelijk. Lisbeth, mijn vrouw, we zijn vorig jaar na de laatste 27 jaar getrouwd, was erg ziek. En de laatste jaren heel erg en ze stierf uiteindelijk op 1 mei van dit jaar. Dat was een grote schok. Dat was erg moeilijk. Ook voor mijn dochter. De afgelopen jaren behoorde tot het zwaarste in mijn leven en ik wilde doorwerken in elke beschikbare minuut die ik had. Het kostte dan ook moeite om in het goede van het leven te geloven. Dus zonder dat geloof in het goede wat het leven biedt, kan ik niet verder. Zou ik apathisch worden, niet producerend en me heel slecht. De afgelopen periode, dat was zwaar voor jou en Iris. Ik kan me dat eigenlijk niet indenken, maar probeer het soms wel voor te stellen. Maar dat is niet te doen. Maar toch werk je blijkbaar al die tijd door aan onder andere dit project. Sinds 2008 dat op had. Het project heet World Works. En dan zit je daaronder 1953, 2013. Wat betekenen die cijfers, die jaartallen? Jaartallen. Wat voor informatie geeft dat aan mij? Hoe belangrijk is dat om te weten en waarom? Vooral dat waarom. Vrij simpel en helder. In 1953 werd ik geboren. In dit jaar, we leven 2013, word ik 60. Het project behelst 60 jaar informatie. En vooral omdat het werk gekoppeld is aan de periode waarin ik leef. Ik wilde al iets langer met het gegeven doen. Even kijken. En het moment dient zich nu aan om het ook daadwerkelijk uit te gaan voeren. Je moet het zien als een soort raamwerk. Een van de mogelijkheden om al mijn informatie in een kaart te plaatsen. Zoals ik eerder ook fotoseries in een grid plaatste. Die doen denken aan een plattegrond van een stad. Of bijvoorbeeld de tentoonstelling die we maakten in de galerie van Anneke Oele. En op de achterwand hadden wij een fotoserie geplaatst als waar het was opgebouwd als een muur. De foto's waren tegenover elkaar geplaatst als zijn de bakstenen van een muur. We hadden die vorm gekozen met een reden en we noemden het Bricks Build Your Mind. Wat we zijn, wat we weten, wordt bepaald door wat we zien en horen. En dat wordt gebouwd. Dat weten, dat gevoel verkend, is jarenlang opgebouwd. Elke steen vertegenwoordigt een waarde, een kennis. Een muur van kennis. Mooi. Dit werk, World Works, is een visuele zoektocht naar kennis en schoonheid die vragen oproepen omtrent het verschuiven van tijd en mijn veranderende bewustzijn in deze 60 jaar dat ik nu besta. Het denken bestond natuurlijk niet toen ik werd geboren, maar ontwikkelde zich langzaam tot wat het nu is, hoe ik nu ben. Het is denk ik wel zo dat mijn wereld door mijn naaste omgeving het meest werd beïnvloed toen ik nog heel jong was. En toen ik ouder werd, werd die beïnvloeding groter door het lezen van kranten, het kijken van films, het volgen van het nieuws. World Works is een ontknoping van mijn eerste 60 jaar leven, zichtbaar gemaakt in een uiterst gecompliceerd geheel, die mijn esthetische voorkeuren blootlegt, waarmee ik vragen oproep omtrent wat mij fascineert, prikkelt, wat ik deel en graag met anderen wil delen. In dit hele voorafgaande verhaal hebben we het eigenlijk niet echt gehad over de stad. Je bent een vervelende.
fervent liefhebber van de stad. Preciezer gezegd, New York, Berlijn, Amsterdam, dat soort steden. Dat hij daar graag bent, thuis voelt, steeds, maar weer doorheen wandelt zonder enig doel. En wat me opvalt, waar zijn toch al die miljoenen mensen? Wat betekent de stad voor jou? Ja, sinds ik Berlijn in 79 en 1980 heb bezocht en New York voor het eerst in 1982, ben ik me steeds verder gaan verdiepen in het fenomeen stad. In die tijd was ik niet bewust van de sterke betekenis die de stad voor me had. Maar het was zuiver spanning, nieuwsgierigheid en interesse. Ook natuurlijk gevoed door de vele films, zoals Taxi Driver, Mean Streets, French Connection. Noem maar op, ik wil het met eigen ogen zien. Dat is duidelijk. En die afwezigheid van mensen, weinig mensen op die foto's van jou. Ik bedoel, je bent zo'n mensenmens. Je kunt niet zonder ons. Wij gaan verder dan. Vind je dat te zinnen? Nee, dat doe ik niet. Sorry. In zo'n kort fragment van Opie, nee. Ja, nee, ik ga niet. Ik ben hem. Oké, ik wou zeggen. Ik kan Peter ook wel doen. Soms zie je. soms zie je best wel mensen op mijn foto's, Hans. Maar inderdaad, je moet er soms je best voor doen. En ik doe het ook niet in het expres. Dat zit gewoon in me. De stad aan zich leeft al genoeg. Ook al omdat ik weet dat er mensen zijn. Best creepy een stad zonder mensen erin. Ik moet er niet aan denken, maar ze hoeven niet op mijn foto's. Ik ken genoeg kunstenaars en fotografen die het heerlijk vinden om mensen te fotograferen, al dan niet tegen een stedelijke achtergrond. Ja, ja, Peter, ik weet wie je bedoelt. We hadden het over films toch, dus straks. Nou, er zijn films die dit als thema hebben. Steden zonder mensen of een eeuweling in de stad, zoals op deze dia I'm a Legend. Recent ook Hypocenter over een Parijs zonder mensen erin. En het begin van Vanilla Sky met Tom Cruise wordt het gegeven aangestipt. Maar dit terzijde. Hey, en je hebt ook speciaal voor deze presentatie een doos gemaakt met erin 12 prints uit project gehaald. Wat wil je daarmee? Ik kwam erachter dat ik in sommige gevallen ook 2 pagina's bij elkaar. Dit zijn eigenlijk 4 pagina's op deze dingen. Vond ik 2 pagina's ook een heel spannend gegeven. En daarmee wilde ik iets doen. Ik heb nu een speciale doos gemaakt met 12 prints. En wat is daar bijzonder aan? Het verschuiven van de tijd, de invloed van de tekst op beeld en andersom. De ineenstrengeling van foto's van mij en die van anderen. En het is ook lekker mooi, compact, geheimzinnig en overzichtelijk. Oké. Je hebt me wat verteld over World Works Project. De fascinatie voor steden. En ik weet dat. Behalve die bladen, die collages, je ook werkt aan een gerelateerd internetproject. Maar ook, en daar wil ik het nu met jou over hebben, een bibliotheek. Je noemt het op zijn Engels de library. Wat houdt dat in, Peter? De library is een verzameling boeken die voortkomt uit dit project World Works. Thema's zoals Berlijn en New York, Amsterdam, kunstprojecten, nieuws, familie, historie, gedachten zijn uit het grote geheel van dit project gehaald en per onderwerp in 1 boek gezet. Op deze presentatie heb ik 3 grote boeken gezien, maar dat bedoel je niet met de library, toch? Nee, die boeken liggen daar op die grote tafels, dat klopt Hans. Die boeken waar je het over hebt, ik noem het een soort behangselboeken qua vorm dus, er zijn alle bladen van het project bij elkaar gebracht. Op een klein formaat, op een kwart van het eigenlijke formaat. Hier aan de wand zie je het originele formaat. En die boeken een kwart van het formaat. Daardoor krijg je inzicht in de grootte en de rijkdom van het project. En als ik eerlijk ben, was jij degene die daar mee kwam. Die het idee opperde. Hoe bedoel je? Wat ik zeg, je kwam op atelierbezoek. En was meteen enthousiast over het project. Over de grote bladen die ik jou toen liet zien. En je opperde het idee om ze samen te binden in een boek. Maar dan wel iets kleiner, zodat je makkelijk inzicht, overzicht hebt wat de bladen zijn. Ja, dat leek me wel aardig om dat zo te doen. En dat heb je dus gedaan. Ik ben eigenlijk dezelfde dag begonnen met proefdrukken op een kwart. En hoe zag het eruit? Hoe leesbaar? Het gaat om het beeld, dus alles hoeft ook niet echt leesbaar te zijn.
En wat leesbaar zou zijn, is meegenomen. En toen ben ik enthousiast naar jouw atelier gegaan om het je te laten zien. En dat zag er prachtig uit. Ondanks dat ik heel veel tijd en energie aan dit project al had besteed, viel het een beetje stil. Ook vooral door mijn persoonlijke omstandigheden. Want hoe nu verder? Nou, daarin speelde jij een goede rol. Ik kreeg er veel energie en pakte het weer helemaal op. En de gemaakte bladen liet ik allemaal weer tegen het licht. En ik drukte alle bladen op een kwart van het oorspronkelijke formaat af. In de bladen die nu samengebonden liggen in 3D-delen. We gaan weer terug naar de library. Ja, tot nu toe heb ik 11 boeken gemaakt. Er komen nog heel wat bij. En sommige zullen misschien niet verder komen als oplage 1. En sommige zullen een grotere oplage krijgen. Dat is interessant. Je ziet het boek als mogelijkheid tot oplage. Maar ook als een eenmalig ding. Je weet wel wat ik bedoel. Nee, eigenlijk niet. Ik probeer jouw woorden toch mee te nemen, Hans. Vergeet het. Vertel eens wat over de boeken, de titels, waar ze over gaan. Dat doe ik. Ik kies er gewoon een paar uit. Oh ja, voor alle boeken geldt, zijn ontstaan in dit jaar. Ik begin met Canal Street to 34th Street. De foto's in het boek werden genomen tussen 1982 en 2012 aan de westkant van Manhattan tussen Canal Street en de 34e straat. In 1982 was mijn camera nog analoog en mijn foto's waren meestal zwart-wit. Naarmate de tijd verstreek, begon ik te werken met kleur en meer recent in kleur. Alleen in kleur. Ik twijfelde niet aan dat ik een hoop verandering heb gemist, want ik fotografeerde er niet elk jaar. Maar op zich is dat geen probleem, want ik vind dit eigenlijk meer een visueel gedicht over een gedeelte van Manhattan waar ik heel graag kom. Mijn gedicht is chronologisch en het begint in 82 en het eindigt vorig jaar in 2012. 30 jaar gaan voorbij en de buurt in dit deel van Manhattan zijn drastisch veranderd. Shabby, industriële wijken werden omgevormd tot mooie yuppie-enclaves, vol luxe voor de mensen die zich dat kunnen veroorloven. Om daar te wonen en veel problemen voor de mensen die zich dat niet meer kunnen veroorloven om daar te wonen en moesten verhuizen. De High Line, nu gerenoveerd stadspark, redde een deel van het oude verhoogde spoorwegsysteem voor vrachtvervoer uit de late 19e eeuw. De High Line laat ons aan de grandeur van een andere tijd herinneren en de nieuwe wijken te ervaren vanuit een uniek uitkijkpunt. 30 jaar gingen voorbij, dat betekent dat ik 30 jaar ouder ben. Maar ik voel me eigenlijk nog steeds hetzelfde van binnen. En ik denk dat het ook geldt voor dat deel van Manhattan. New York Diary. Dat is eigenlijk een gefotografeerd manuscript en foto's uit New York. De bladen van het oorspronkelijk manuscript uit 82 heb ik dit jaar gefotografeerd. En samen met de foto's van New York uit de periode samengevoegd in dit boek. En dan hebben we nog de stad. Dat is eigenlijk een tweedelig boek. Amsterdam vanaf de spoorbaan gefotografeerd en voor het eerst samengebracht in een boekuitgave. Tussen 1988 en 1989 fotografeerde ik Amsterdam vanaf de spoorbaan. Terloops gefotografeerd zoals je om je heen kijkt. Het is een goede manier van bewegen door de stad, zonder de druk die je ervaart als je door de straat loopt. Door vanaf de spoorbaan te kijken naar de stad, heb je de mogelijkheid de stad vanaf een afstand te kunnen zien. Je krijgt een soort overwicht in de gedachten die door je heen schieten als je de stad krachten doorgronden. En je krijgt de tijd om na te denken. En de geluiden van de stad waaien zo nu en dan over de rails. Net alsof zij, de geluiden dus, mij willen betrekken in het leven van de stad. Nou goed, al die tijd heb ik niet veel met die schattige informatie gedaan. En ik focuste nu. Goed, ze verstofte in mijn archief. Ik kwam ze weer tegen. En ik dacht, ik ga daar een boek mee maken. En ik vergat helemaal dat ik ook een zwart-wit foto had gemaakt. Nou ja, ik kon ze eigenlijk niet vinden. In mijn achterhoofd wist ik dat ik ze had gemaakt. Deze ontdekking maakt het voor mij mogelijk om dezelfde trajecten van het spoor af te beelden in zowel kleur als zwart-wit. Naast elkaar in twee aparte boeken. Ik kijk anders naar kleurfoto's dan naar zwart-wit foto's. Ze delen in feite dezelfde informatie, maar gaan er anders mee om. De zwart-wit uitgave is nog niet te verkrijgen, maar ik heb daar op de wand wat voorbeeldfoto's uitgeprint. En ons laatste boek, Amsterdam 2011-2012. In deze foto's beperk ik mij tot grofweg het gedeelte een paar meter boven de grond tot een paar meter onder het hoogste punt. Het gaat om de geschiedenis en verschuiving van de tijd, zichtbaar gemaakt in de gevels van de stad, opgebouwd uit het ritme van bakstenen, ramen en deuren, de versieringen, lantaarnpalen, lampen, het licht, de schaduwen, maar ook de toevallige boom die voor het huis staat.
de mast van een boot, het dak van een auto, allemaal zaken die informatie verschaffen over de gelaagdheid, maar ook de verscheidenheid en eenheid van de stad zonder afgeleid te worden door de mensen op straat. Ik fotografeer al jaren in Amsterdam, vooral op mooie zonovergoten dagen, bij voorkeur in de late herfst, de winter en het vroege voorjaar. Met zo weinig mogelijk groen aan de bomen die het stadsbeeld in de zomermaanden verhullen in een constant groene waas. Dit onderdeel krijgt ook gestalte als een grootschalig fotoproject trouwens, wat vandaag wordt geïnstalleerd bij de RAI hier in Amsterdam. 22 fotopanelen van 130 bij 250 centimeter. In deze tentoonstelling zijn er 9 boeken te zien. Dat is een hele reeks van boeken, Peter. Hoeveel kunnen we eigenlijk in het kader van dit project nog verwachten? Ik zou het niet weten. Veel. Peter. Dank je voor dit gesprek. We zouden nog uren door kunnen gaan, maar dat is niet nodig. Dit gesprek hebben we gedaan om wat woorden naast jouw visuele tocht door de afgelopen 60 jaar te kunnen plaatsen. En ieder kan jou benaderen en ook je website zien, die nogal aan het veranderen is. Vandaag is ook de dag dat jouw website een nieuw gedeelte kent. Het World Works gedeelte. En wat ik van jou begrepen heb, zal dat gedeelte ook voortdurend aanpassingen kennen en uiteindelijk een heel belangrijk onderdeel gaan vormen binnen jouw website. Klopt dat, Peter? Dat klopt allemaal. Ik wil een website die aanvoelt als een stad. Je wilt er graag naartoe, je laat je overrompelen, je verdwaalt, je stopt ergens, gaat bezienswaardigheden kijken, een krantje lezen, je overnacht, verdwaalt vervolgens weer. Je gaat de stad uit en komt weer terug voor een volgend bezoek, enzovoort. Dat is niet gewoon voor een website. Die moet altijd uiterst toegankelijk zijn, benaderbaar en lijken op al die andere sites. En dat wil ik eenvoudigweg niet. Verdwaal maar, erger je maar. En als je niet terugkomt, dan is deze stad gewoon niet geschikt voor je. Ik heb hem. Het was er genoeg, Peter. Bier, dat wil ik nu. Bier, we hebben genoeg gekletst. Er is geen bier. Er is wijn.